Een temperatuur van 30 graden maakte na 3 dagen van slecht weer eindelijk de eerste vlucht mogelijk van de 105 deelnemers aan de wereldkampioenschappen zweefvliegen die in Polen worden gehouden. Dit is de Nederlander Aart Dekkers die hier een prachtige prestatie leverde door in de open klasse eerste te worden in het dagklassement van de afstandsrace. Onze landgenoot Réparon vloog in de standaardklasse naar een 8e plaats. Toen eenmaal het startsein was gegeven, sleepten kleine eenmotorige vliegtuigjes de toestellen 1 voor 1 omhoog. Op het volle vliegveld van Leszno was dat een fascinerend gezicht. Zodra de toestellen de gewenste hoogte hebben bereikt, wordt de kabel losgehaakt. En dan blijven ze geruime tijd zweven boven het veld, wachtend op voldoende thermiek. Zo wachtte Aart Dekkers meer dan 1 uur voordat hij de wolken goed genoeg vond om over de startlijn te gaan. Voor de race van Leszno naar Łódź over een afstand van 200 kilometer had hij daarna 1 uur en 39 minuten nodig. 's Avonds bleek dat hij met 121 km per uur de snelste was geweest.